77 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog krijgt het echtpaar Lemlijn postuum de Jihad Vashem onderscheiding. Een eretitel voor mensen die hun leven hebben gewaagd om Joden te beschermen tegen de Holocaust. Die heeft enorm aanzien, want dat is de belangrijkste onderscheiding die in Israël bestaat. En die eert die mensen, die niet-Joodse mensen die Joden gered hebben. It's important to give this recognition of the people that really did not stood aside but saved Jews during the war with brave and courage. Mien en Albert Lemlijn overleden in de jaren 90. Pas later werd de procedure gestart voor het aanvragen van de onderscheiding. Dat is de reden dat Frans Kamps, die als wees werd opgevangen door de familie, vandaag de onderscheiding in ontvangst mag nemen. De familie Lemlijn wist tijdens de oorlog Joodse onderduikers in een huis in Klimmen te verbergen voor de Duitse bezetters. Zo ook Mattie Tugendhaft, die toen pas 5 jaar oud was. Maar tante Mien was heel speciaal. Ja, zij hadden dus geen kinderen. Eigenlijk was, denk ik, de bedoeling geweest dat als mijn ouders niet meer teruggekomen waren, dat ik bij tante Mien was gebleven. Ja. En ik ben daar op een gegeven moment ook naar de kleuterschool gegaan en heb de tijd dat ik daar geweest ben een normaal leven geleid. Hoe zult u uw pleegouders herinneren? Als liefdevolle mensen die er altijd waren voor anderen. Ik bedoel, dat zat in hun bloed. Ik bedoel, ze waren altijd voor anderen, stonden zij klaar. Niet alleen voor mij, voor familie, maar ook voor iedereen. De namen Albert en Mien Lemlijn zullen worden toegevoegd aan de Jihad Vashem namenwand in Jeruzalem. En zo zal nooit worden vergeten hoe het echtpaar hun leven in de waagschaal stelde, hier in Klimmen.